What's up peeps, welkom bij een nieuwe aflevering Crypto met Joop. En het is vandaag 2 mei, we gaan een mooie nieuwe maand in. We zijn dag nummer 18 van de Ramadan, we still going strong. And with that being said, let's get started. Voor de Bitcoin prijs, zitten we op een prijs van 57.509. In de range van 58.000, zoals je ziet. Hierzo. En we hebben een kleine opwaartse trend gehad, zijn we naar boven gegaan, waardoor we dus richting de all-time high kunnen gaan van 64.000 en dan richting omhoog. Er is niet veel volume zoals je ziet. De RSI is ook niet hoog. Rond de 64. Als die boven de 70 is, dan pas is er echt beweging, zoals je ziet. Wat ik wil hebben is over de stock to flow. Onze welbekende meneer Plan B, die kennen jullie al een tijdje in de scene. Het is een meneer die onbekend wil blijven. In alle anonimiteit geeft hij waardering over Bitcoin. En ik moet zeggen dat hij wel aardig gewoon precies op de tijdslijn zit. Precies op de prijs zoals ze hem verwachten. Dus zijn prijsindicaties zijn gewoon correct. Hij heeft in de afgelopen 24 uur heeft hij een oranje dot neergezet. En zo zie je dat de prijs richting de 100.000 nog steeds intact is. En in maart zijn we gesloten op $58.782. In april 57.200. En we gaan nu mei in. Dus de race is nog steeds gaande richting de 100.000. Nou, in mijn vorige video heb ik jullie al uitgelegd wat de reden kunnen zijn voor mensen om in Bitcoin te stappen. Naast dat je gewoon heel veel rendement hebt, is het ook een store of value. En volgens NOS blijken er nu dus ruim 700.000 Nederlanders te investeren in Bitcoin. En dit is een goede ontwikkeling, juiste ontwikkeling. Als we echt willen naar massive adoption van het publiek, is het de bedoeling dat iedereen natuurlijk in Bitcoin investeert, zodat het uiteindelijk wel een betaalmiddel kan zijn. En niet vergeten dat we natuurlijk de Lightning Network hebben, een laag boven Bitcoin, waar we dus gewoon in een lichtsnelheid gewoon kunnen betalen, transacties kunnen doen. Waar ik jullie ook mee over wil nemen is het volgende. Als we naar de Glassnode gaan, de on-chain data, zien we eigenlijk dat er tussen de 4.000 en 20.000, zeg ik het goed? Nee, tussen de 25.000 en 75.000 transacties worden gedaan. De deposits. En vooral in januari 2018 was dat veel hoger. Gingen we richting de 250.000. Maar als je de withdrawal ziet, zijn dat er veel meer. Zeg ik het goed? Ja, de withdrawal zijn het veel meer. Dus dat wil zeggen dat er veel meer van de exchanges wordt afgehaald dan dat er wordt toegevoegd. Dat er wordt gedeponeerd op de exchanges. Dus houdt het in dat de schaarsheid maar nog steeds aan het dalen is op het gaat op de exchanges. En waar ik jullie dan naar mee wil nemen is het volgende. Wat je hier ook ziet, dit getal dus. 2,4 miljoen, dat is de balans die nog huidig is op de exchanges. En naarmate deze hoeveelheid dus daalt, betekent dat dus de waarde van Bitcoin ook kan stijgen. Dus dat is iets wat we zeker in rekening moeten houden. Vond je dit een interessante video? Check dan mijn Instagram, check dan mijn Twitter. Mijn Twitter is @joop van de clips en mijn Instagram is macaroni with the cheese. Dit was een snelle, korte video. We zijn nu in het nieuwe maand mei. Het ziet er naar uit dat mei, juni mooie maanden gaan zijn voor de altcoin season waar we nog steeds in zitten. En if that being said, niet stressen, rustig blijven, goed nadenken. Denk na over een exit strategie en dan zul je zelf zien dat je gewoon een positieve portfolio zal hebben. And with that being said, was een snelle video. Ik zie jullie in de volgende.